Top Amazone Alice Naber uit Biddinghuizen is blij dat de paardensportwereld langzaam weer een beetje op gang gaat komen. Ze deed vandaag mee aan een meetmoment in Putten. Een echte wedstrijd was het niet, want er waren geen prijzen te winnen en er was geen publiek. Naber vindt het fijn dat ze langzaam maar zeker weer een beetje in actie kan komen. Ja, zeker. En die paarden hebben het ook echt nodig. Je ziet ook dat de paarden toch een beetje onwennig zijn, want ze zijn toch een beetje uit dat wedstrijdritme. Ja, en aan de andere kant is het ook nog niet helemaal een wedstrijd, want ja, echt publiek kan er ook niet komen. Hè? Nee, klopt. En daar moeten ze ook aan wennen. Ja, klopt. Ja, want wanneer kan dat weer? Kan dat vanaf volgende week weer volop? Volgens mij wel, ja. Dan mogen er al wat meer mensen komen kijken. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou, maar voor de paarden, zei je, is het belangrijk, maar ook voor jezelf, denk ik, hè? Om weer een beetje in de wedstrijd tussen de mensen te staan. Ja, lekker het ritme. Kijk, wij hebben natuurlijk thuis heel fijn door kunnen trainen. En ik ben nu ietsjes ouder, dus dat ritme pak je zo weer op. Maar je ziet zeker voor jonge lui die dan een poos geen parcours rijden, dat ze er toch echt wel aan moeten wennen. Ja, het is allemaal een beetje onwennig, hè? Want merk je dat ook aan paarden? Dat ze inderdaad wat onwennig zijn, dat ze weer wat gaan doen. Dat ze altijd maar thuis hebben gestaan natuurlijk op de stallen en daar ja, wel kunnen trainen. Maar dit is toch weer anders? Dit is toch anders tussen de andere paarden, andere hindernissen. En zeker de jonge paarden. Die zitten in deze beginnersrubriek heel veel vierjarige paarden. Ja, die moeten gewoon kilometers maken. Ja. Is het lastig om te doen met elkaar anderhalve meter te houden? Of zeggen met de paarden en zo, dat is allemaal makkelijk te doen? Dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Er is hier heel veel ruimte. En ik vind het is ook iedereen zijn eigen verantwoording. Als je ziek bent, kom je niet. In de buitenlucht valt het ook allemaal wel mee. Nog geen echte wedstrijden op dit moment. Alles is nog afgelast. Maar nog even wachten, want binnenkort dan mag het weer. Ja, er komt zeker nog iets. We hebben zelfs het Nederlands kampioenschap springen naar augustus verhuisd. Nederlands kampioenschap junioren voor de eventing is ook in september. Dus er komen echt nog wel een paar mooie dingen aan. Emmeloord, die eventing, die is afgelast in juli. Maar denk jij dat er nog wat zou kunnen komen in september? Ik hoop het. De organisatie is daar wel mee bezig. Maar ze zitten ook natuurlijk een beetje met sponsoren, met publiek. Dus ik hoop het wel, maar het is de vraag.